Rotterdam is in 2009 Europese jongerenhoofdstad. Het wordt een jaar voor en door jongeren. In de Doelen werd vandaag het programma van Your World gepresenteerd. Stedman Graham, de man van en achter talkshowhost Oprah Winfrey, overhandigde ceremonieel het eerste exemplaar van Your Guide. Een van de projecten die volgend jaar sowieso uitgevoerd gaat worden bij Your World is het project van Banana Pancake. Dat is een bedrijf van twee jongeren, Dennis en Femke. Jullie gaan Food Court doen. Wat is dat precies? Food Court is een vierdaags evenement waar we het beste wat Rotterdam culinair te bieden heeft op het gebied, ook met name gericht op jongeren. Dat gaan we samenvoegen in een waanzinnig leuk eigentijds funky evenement eigenlijk. Op een unieke locatie in Rotterdam. Nu hebben we al een festival dat culinair bezig is, Heerlijk Rotterdam. Waarom dan een eigen festival voor jongeren met eten? Omdat Heerlijk Rotterdam wel een hele andere doelgroep heeft dan dat wij dat hebben. We hebben daar zeg maar gekeken en toen hadden ze iets van waarom is er niet zo'n plek, niet zo'n festival voor jongeren. Toen zijn wij gaan nadenken, hebben we 5 restaurantjes in Rotterdam benaderd en daar gaan we foodcourt mee doen. Oké, wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Vanaf dit jaar eigenlijk, 2008, 27 tot en met 30 november. Dus de eerste versie is dit jaar al? Ja, zeker. Ja, dit jaar gaan we beginnen. Het programma is bekend. Het is bekendgemaakt door Stedman, ook wel bekend natuurlijk als Mr. Oprah. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, wij wilden eigenlijk niet alleen laten zien vandaag wat we aan het programma hebben, maar het ook de mensen laten ervaren. Dus wat we nu doen met Stedman samen is zorgen dat er zo'n 200 jongeren, zijn er zelfs meer gekomen achteraf, dat die ook concreet geholpen worden aan een snuffelstage of een stage of een werkplek. En dat is de reden dat we hier aangesloten hebben. Ja, en die boodschap van Stedman, wat geeft hij die jongeren mee dan? The most important world is love. Ja, ik vond het wel heel mooi. Ik denk dat die jongeren wil leren dat ze in zichzelf moeten geloven. Dat ze vertrouwen in zichzelf moeten hebben. En dat doet hij natuurlijk op een echte Amerikaanse manier. Maar je zag ook wel een beetje dat dat aanslaat bij de jongeren. Die vinden dat ook wel weer aardig om een keer mee te maken. Zelfs die nuchtere Rotterdammers hier. Maar hij geeft eigenlijk aan van zoek nou de kracht eens een keer in jezelf. En laat niet je omgeving bepalen waarin je sterk bent. Maar doe dat gewoon zelf. Your World richt zich op jongeren tussen de 12 en 28 jaar oud en biedt hen de mogelijkheid eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Dit alles onder het motto, jouw wereld vormt geen bedreiging, maar een bron van inspiratie. Nou, het officiële programma voor betreft Your World, het jongerenjaar in Rotterdam als jongerenhoofdstad 2009, ligt er. Is de gemeente tevreden ermee? Ik ben tevreden. Ik vind dat er een heel mooi programma ligt. Op sommige punten moet het nog wat verder uitgewerkt worden, maar dat kan ook nog wel tussen nu en eind van dit jaar. Per saldo hoeft het te staan vanaf 1 januari 2009, dat hebben we ook afgesproken. En ik zie dat de club op de goede weg is, dat ze een goed programma kunnen neerzetten, dat ze goed worden aangestuurd, dat er aansprekende dingen in dat programma zitten, dus ik ben enthousiast. Ja. Jongeren natuurlijk wel een centrale rol bij Your World, dat is vanaf het begin af aan duidelijk geweest. Een heleboel activiteiten, waar kijkt u dan zeg maar als oudere jongen nog naar uit voor het komende jaar? Nou, als oudere jongere kijk ik er naar uit om bij heel veel dingen erbij te mogen zijn. Ik kijk er naar uit om straks bij de finale van de City Games te mogen zijn, waarbij ik heb gezegd, we hadden het voorproefje hier laatst op de Coolsingle. Ik vind dat volgend jaar 10 keer zo groot moet zijn, dat is hartstikke leuk. En dan moeten we die hele Coolsingle van voor tot achter gewoon vol hebben staan. Wat wordt de absolute klapper van 2009? Als ik heel eerlijk ben, wat er in de zomer geprogrammeerd wordt, en daar ga ik nog niet te veel van vertellen, maar laat ik wel vertellen dat het fantastisch wordt. En dat het de eerste week van juli is. We gaan in de zomer enerzijds programmeren dat allerlei dingen aan elkaar gekoppeld worden. Het zomercarnaval, Wednesday Night Skate, de Dance Parade, we zien het maar. Hier moet je dus zijn in die zomervakantie, maar in de eerste week van juli, dan gaat het echt spetteren. Maar daar moet ik nog even met het college van burgemeester en wethouders heel wat voor elkaar krijgen voordat het echt gaat lijken op wat mijn droom uit mijn verleden was. Wat er precies tijdens 2009 gaat gebeuren is te vinden in Your Guide. En die is opvraagbaar bij Your World in de Karel Doormanstraat in Rotterdam of via www.your09.nl.